De mentale gezondheid van de militairen zit de afgelopen periode onder druk. Dit hangt af van verschillende factoren. Op de regeringspersconferentie werd aan minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, gevraagd waar de structurele aanpak vanuit het ministerie voor dergelijke gevallen is. De bewindsman zei dat er verschillende maatschappelijke werkers zijn aangetrokken om een verandering hierin te kunnen brengen. Alhoewel het ministerie een afdeling heeft die zich bezighoudt met het mentale welzijn van het personeel, is het onderzoek hiervan in de realiteit vereist. Ja, we hebben ten aanzien van maatregelen. Sowieso hebben we eigenlijk al een tijdje afspraken gemaakt met AHC. Helpt u mij daarmee? Juist. Om eigenlijk al vroeg een contract aan te bieden aan studenten, zodat ze zekerheid hebben van een job bij het ministerie. Maar wat er ook gebeurt, is dat mensen wegtrekken naar ministeries waar de werkdruk lichter is en een betere salariering. Mensen trekken ook naar onderwijs, mensen trekken naar binnenlandse zaken, waar de werkdruk lager is. En op die manier. Maar nogmaals, het heeft sowieso mijn aandacht om de komende tijd meer aandacht hieraan te schenken. De minister gaf verder aan dat er een samenwerking bestaat met de Academie voor Hogere Kunst en Cultuur, AHKCO, voor het afnemen van maatschappelijke werkers. De komende periode zal het ministerie meer aandacht besteden aan het aanpakken van dit nijpend vraagstuk.